Surmac Education Center, SEC, heeft vandaag een Opodoro-event georganiseerd. Bezoekers hadden daarbij de mogelijkheid om gratis informatie op te vragen van de diverse cursussen die SEC aanbiedt. Alwin Plein, trainingsmanager bij Surmac, zegt dat tijdens dit Opodoro-event bezoekers onder andere te weten konden komen wat de instroomvoorwaarden zijn van de cursussen en welk pad ze op kunnen met het behaalde certificaat. Daarnaast hadden de bezoekers volgens Plein ook de gelegenheid om de apparatuur te bezichtigen. De trainingsmanager zegt dat de cursussen die SEC aanbiedt in 3 groepen onderverdeeld kunnen worden. Wij verzorgen bijna 30 verschillende soorten trainingen, maar je kan ze onderverdelen in 3 groepen. We verzorgen technische trainingen, waarbij je dus leert reparaties en demonteren, monteren bijvoorbeeld van motoren, transmissies. Ja. Wij verzorgen vervolgens ook operator trainingen, waarbij je eigenlijk leert hoe je op de juiste wijze een machine moet besturen, bedienen eigenlijk, niet besturen, bedienen. En vervolgens zorgen we ook veiligheidstrainingen. Onder andere hoe je op een veilige wijze een voertuig dient te bedienen. En zeker op onverharde wegen. We noemen dat defensive driving training. Plein vertelde verder dat de cursussen aan bepaalde bedrijven of andere geïnteresseerden uit de gemeenschap verzorgd worden. Anderzijds besteedt Surmac veel tijd aan het trainen van haar werknemers. En natuurlijk, onze grootste klant is Surmac zelf. Want wij zijn voortdurend bezig om ons personeel te trainen. De visie van Surmac Education Center is ook preparing people for tomorrow. En aangezien Suriname in de lift zit, veel uitdagingen, zijn we eigenlijk voortdurend bezig om die 300... manpersoneel die wij hebben te trainen. Dat is niet alleen van de technische afdelingen, maar ook van de non-technische afdelingen. Tot zover trainingsmanager Alwin Plein tijdens het Opodoro-event van Surmac. Bezoekers konden zich laten informeren over de verschillende cursussen die de Surmac Education Center aanbiedt.